Goedemorgen allemaal, leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag donderdag en normaal begin ik de vlog altijd op maandag, maar nu begin ik hem een keer leuk op de donderdag. We staan nu bij het benzinestation, bij Starbucks in de buurt, want Starbucks is letterlijk daar. We gaan even koffie halen en dan gaan we op naar Utrecht vandaag. En ik zit in de auto en ik ben met Ientje. Hoe is het, Ien? Ja, echt leuk. Het is echt heel leuk om hier weer met jou te zijn. Grapje, Ien staat nu te tanken, daar om het hoekje. En ja, we gaan gewoon een superleuke dag hebben vandaag in Utrecht. En ik neem jullie gewoon gezellig mee. Maar eerst gaan we eventjes uitstappen voor een koffiebreak. Yo recuerdo aquel momento en que yo te vi. No sé cómo explicar lo que siento por ti. No pude disimular algo cambió. Oké, we hebben dus net de auto geparkeerd en we gaan nu de bus pakken richting het station. Ines is hier nu aan het afrekenen. En ja, 5 euro is het maar, hè? Voor hoeveel personen? 2. Ja, voor 4. Nee, 5 personen mogen reizen hiermee. Dus super chill. Hè? Chill. Oké, dus we gaan nu lekker even 24 uur parkeren kan je dan, hè? Oeh, nice. Oké, gaan we weer uit. Super goedkoop. Deurtje open. En we zijn in Utrecht. Ines is helemaal in de sas hoor. Ze gaat nageltjes kopen. Wat heb je nu? Ik vind deze wel heel gaaf. Leuk, niks idee. Dus, Ien, welke ga je nou nemen? 40 jaar ervaring en we hebben wereldwijd wit. Wit, neem je toch wit? Ons team van experts helpt je graag. Dit duurt te lang. Hey, nou Ien. Nou, we lopen dus nu in Utrecht. Ik heb alweer wat gekocht. Een Daily Paper trui. En een Daily Paper trui. Oké, Ien, eerste indruk van Utrecht. Wat vind je? Waarom? I love it. Love it. Of het dit. Maar goed. Het is eigenlijk een beetje zelfs als Amsterdam. Je kan hier heerlijk shoppen. Alleen, er zijn geen toeristen. En we zijn donker, dus ik snap het niet. Kijk nou. Ik ga stuk, joh. Oké. We lopen nu naar de vintage winkel. Want Ines wil vintage shoppen. Vintage Island. Vintage Island. Daarna gaan we naar Zipper episode. En daarna ben ik er klaar. En daarna is Ines er klaar mee. Daarna gaan we gewoon. Maar het is nog even een stukje lopen. Lalalala. En ik heb net een grijze trui gekocht. Want Jamie had nog geen grijze trui van Daily Paper. Wat heb ik gekocht? 6 pakjes nagels. En hoe lang hebben we daarover gedaan om dat uit te zoeken voor je? Misschien 10 minuten. Ja, 10 minuten. Maar het wordt awkward hier, want het wordt druk. Dus ik zie jullie zo. Ien, ben je thuis? Ben je thuis? Ien, dit is jouw bank, hè? Wauw, ik wist niet dat je je kleding had in de woonkamer. Wee show, woehoe! Zo, ik heb al wat geshopt bij Aspact en we gaan nu naar de Bershka. Hey! Goedemorgen allemaal, het is vandaag vrijdag en ik sta dus nu te veel mee in de spiegel. Alleen gisteren heb ik dus een vlog niet afgesloten toen ik naar huis reed. Ja wel, ik heb wel de weg nog gefilmd, maar niet meer gezegd van ik ben thuis of whatever. Maar ik heb natuurlijk ook wat leuke dingen gekocht in Utrecht. En dat laat ik jullie wel nog in deze vlog zien, maar nu niet, want nu ga ik al een deel van deze vlog editen. Sneak preview, ik heb trouwens deze trui dan gekocht met Pringles erop, die vond ik vet leuk. En babam, een Daily Paper broek die ik al heel lang wilde hebben. Ik heb zeg maar een Daily Paper broek. Alleen ik merkte dat ik die niet echt heel erg mooi meer vond zitten. Zeg maar, want bij de benen was het zeg maar liep het wijd. En nu heb ik zeg maar
dit. Weet je, dit vind ik veel fijner zitten. Dus dat, ik ga nu even lekker eten. En met de hondjes knuffelen en dan editen. En dan laat ik zometeen de rest van mijn spulletjes zien. Eventjes op bed, maar ik had jullie nog beloofd om te laten zien wat ik allemaal heb gekocht. Dus daar gaan wij nu even samen naar kijken. Als eerste ben ik bij Lush geweest. Lush Fresh Cosmetic. Deze Candy Cane Bubble Bar gekocht. En die ziet er als volgende uit. Super mooi. En dan gaat hij ook super lekker. En dan gaan we naar de bon en die was 6 euro. Dan heb ik de altijd geliefde Snow Fairy gekocht. En dit is een flesje van 100 gram. En deze was 8 euro. En toen heb ik ook nog een testertje gekregen van Jochnog Shower Gel. En die kan je altijd gratis vragen bij Lush. Als tweede heb ik deze trui gekocht met een leuk colletje. En hij is, ja, zoals je ziet, wel lekker. Hij is wollig-achtig. Dus super lekker warm voor de winter. Deze heb ik gekocht bij de Bershka. De broek heb ik gekocht ook. Maar die komt niet van de Bershka. Die komt van de Bijenkorf. En gaan we nu over op het volgende. Als volgende heb ik deze Daily Paper trui gekocht. Die vind ik ook heel erg leuk. Met een capuchon en ik vind het pakje echt heel leuk. Deze heb ik gekocht bij Aspact. Super leuk. En ik vind vooral de letters heel leuk hierop. En als laatste heb ik deze zwarte broek gekocht bij de Bershka. Die vond ik heel erg leuk. Vooral dit riempje, zeg maar. Die kan je dan strakker doen. En ik vond de zakjes ook echt heel erg leuk. Ik vond het een beetje Daily Paper-achtig stoutje. Dus die heb ik gekocht. En waren dit allemaal mijn aankopen uit Utrecht. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. En ik ben net klaar met werken. Nou, eigenlijk niet, maar we hebben net even een fotoshoot gehad. Tanina en ik. En we gaan nu weer lekker naar binnen. En dan gaan we verder met opruimen. En het regent. Dus, jas. Wat doe jij? Dat is leuk, dan heb je kosten. Ja, hey! Hier komen schommel. Hele goedemorgen, het is vandaag zondag, de laatste dag van deze week. Wat ik vandaag ga doen, is ik heb nu mijn sportkleding aan. Dit jasje van Primark, shirt, Nike, Daily Paper broek. En natuurlijk mijn Nike's. En ik heb mijn oortjes in. Ik was even aan het dansen, zeg maar. Want doe ik iedere dag even een half uurtje volop bewegen. Ik wil je trouwens vandaag ook nog wat laten zien wat er vorige week op mijn werk is gebeurd. Dat heb ik niet verwerkt in de vorige week vlog, want vorige week is er geen weekvlog online gekomen. Maar dat ga ik nu wel verwerken in deze vlog. Jullie kunnen nu gaan kijken hoe wij gingen bussen. Ik weet niet wat bussen was, maar we gaan het nu zien. Dus let's go. Oké, dit is Sanne. Dit is mijn best friend. Stan in wagen 96. Wat zei je, Stan? Niks. Volg allemaal Stan even, want Stan is een beetje boos op jullie geworden van de week. Waarom, Stan? Vertel. Niemand heeft me gevolgd. En niemand is geslijt in zijn... Ja, maar dat is niet eens het ergste, weet je wel. Minstens eentje kon me gewoon even gaan volgen, weet je. Eentje vond... Ik ben wanhopig. Hier is het. En desperate. We gaan bussen. Geen idee wat bus is. Okay. Weten jullie wat bus is? I don't know. Zet het in de comments. Oké. Okay. Als je student bent, dan weet je het. Sanne, zwart of rood? Rood. Jammer, drinken. Jamie, zwart of rood? Rood. Jammer, drinken. Zwart of rood? Zwart. Hey, heel goed, rood. Ah! Ja. Hoger. Is dat alles? Hoger of lager? Hoger. Ja, dat is het begin. Oh. Hoger, lager. Joe. Dus ik hoef niet te drinken als het hoger, lager. Lager. Alleen als je zegt drinken, dan moet je gaan drinken. Lager. Als je het fout hebt, moet je drinken. Oh. Lager. Binnen, buiten. Yes. Binnen of buiten? Wat is binnen of buiten? Binnen of buiten de 6 en de 10. Ja, zitten binnen 6 en de 10. Buiten.
Buiten. Heel goed. Marina. Oh. Binnen of buiten de 5 en de 10? Binnen of buiten de 5 en de 10? Buiten. Heel goed. Ik zeg ook buiten. Joker! Yeah. Huh? Oké, inmiddels ben ik op mijn kamer aangekomen en ik ga mijn kamer veranderen. Want ik heb zeg maar hier achter heb ik een kledingrek. En ik durfde eigenlijk niet eens te filmen. Maar dit is dus letterlijk al mijn kleding. Niet alles, want alles zit ook nog hierin. Maar deze kast, daar kijk ik nooit in. Omdat dat allemaal kleding is die ik in groep 8 toen droeg. En die bewaak ik dan met, oh, daar heb ik een goede herinnering aan. Nee, ik ga deze kledingrekken ga ik eventjes neerzetten. Nou, deze moet nog soort van in elkaar. Op de grond daar, achter, ligt er ook nog één. Ik ga ergens hier doorheen spitten van, oké, dit wil ik houden, dit wil ik niet houden. En dan ga ik heel mijn kamer opruimen en verbouwen en eventjes een nieuwe indeling maken. Oké, ik heb toch maar even wat anders aan gedaan. Even dat shirtje van Collusion. Ik ben er al best wel snel doorheen gegaan door de kleding. Wat ik wel niet misschien wil houden. Ik heb zeg maar de kleding die ik niet wil houden, heb ik al in zakken beneden gezet. En dit is zeg maar nog het, zeg maar wat ik wil houden. Dit zijn sowieso de items die ik wil houden. Bijvoorbeeld, ja, echt heel erg quirky. Maar dit shirt, dat tie-dye shirt. Bijvoorbeeld, wat nieuwe items die ik heb geshopt natuurlijk. Die twee die daar liggen. Door dit ga ik dus ook nog even snel. Omdat ik ook heel veel items heb waarvan ik echt denk, ba. Maar bijvoorbeeld, ja, ook bijvoorbeeld sportbroekjes. Waarvan ik echt denk, ja, die moet je hebben voor het geval. En dus dit ga ik ook nog even uitzoeken. Oké, inmiddels zijn we weer een paar uur verder. Het is nu rond 5:30. Dit is wat ik allemaal ga houden. Wat hier ligt op bed. Best wel wat. Ik heb iets van 5 zakken kleding vandaag weggegooid. Nou, weggegooid. Ik ga het weggeven. Of doneren. Of hoe je het ook wil zeggen. Bij deze sluit ik de vlog af. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden om naar te kijken. Doe die duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren hieronder de video. En vergeet ook zeker niet even dat notificatiebelletje aan te klikken. Dan krijg jij een update van Jamie. Heeft een nieuwe video geüpload. En dan sluit ik hem bij deze af. Dus ik zie jullie in de volgende video weer. Doei!